Welkom bij de tweede aflevering van Podium Papendrecht. We hebben weer 6 prachtige nummers voor u en ik heb 2 gasten hier aan tafel. Zometeen praat ik met Lianne Laurens, maar eerst praat ik met Hans van Blijdenveen, omdat hij de vertolker is van het eerste lied wat u zometeen gaat beluisteren. Het lied werd geschreven in 1962 door Robert Allen Zimmerman, een Amerikaanse Nobelprijswinnaar. De naam zegt heel veel mensen misschien wel wat, maar zijn artiestennaam zegt denk ik iedereen wel wat, Hans. Bob Dylan. Ja. Ja. En jij gaat zingen? Ik ga zingen Blowing in the Wind. Blowing in the Wind. Yes. We gaan daar zo meteen over verder praten. Prima. Nu eerst Blowing in the Wind, gezongen door Hans van Blijdenveen. En hij wordt daarbij muzikaal ondersteund, begeleid door Lennart Knops op piano en André de Jager op orgel. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they forever bend? Answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The man look up before he can see sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Blowing in the Wind van Bob Dylan uit 1962. Toen ontzettend actueel. Hoe kijk je er nu tegenaan, Hans? Ik vind het nog steeds actueel. Het is een prachtig lied wat hij toen geschreven heeft. En het was actueel mede vanwege de Vietnamoorlog. In de teksten werden filosofische vragen gesteld over oorlog, vrede en dergelijke. En eigenlijk speelt dat nog steeds. Dus in mijn beleving is het nog steeds actueel. Daarbij komt dat ik het een prachtig lied vind en ik zing dat graag. Ja. En met jou vonden velen dat een prachtig lied, want het is door vele beroemdheden gezongen. Ja, ja, ik sta in de rij van Elvis Presley en Bruce Springsteen en Dolly Parton, geloof ik. En Marlene Dietrich, om er maar zijn te noemen. En Piet Veerman, niet te vergeten. Ja, Piet Veerman, Een prachtig lied. Straks gaan we het hebben over het volgende lied dat je gaat zingen. Maar eerst wil ik het met je hebben over het muzikale leven van Hans. Hoe ziet dat eruit? Het begon al heel vroeg. We hadden een harmonium thuis en het was de gewoonte dat alle kinderen daar les op kregen. Ik was de enige die dat ook echt leuk vond en nog steeds vindt.
En daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Ik had in die tijd, kreeg ik orgellessen op zaterdagmorgen om 7:00 van Cor Visser. Toen de tijd de organist van de Grote Kerk in Dordrecht. En daar ging ik iedere zaterdagochtend naartoe om mijn lessen te volgen. En daar is het eigenlijk begonnen. En je treedt nu niet op in deze serie als organist, maar als zanger. Dat klopt. Bij ons van de kerk waar wij lid waren, daar waren ook koren. En mijn ouders zaten erop en mijn zussen zaten erop. En ik ging daar dus ook op. En na verloop van tijd bleek dat de vocale muziek eigenlijk wel de liefde van mijn hart had. Mm-hmm. Meer nog dan de instrumentale muziek. Ja. En ik heb ook begrepen dat je koordirigent bent. Dat klopt, ja. Op een gegeven moment, en dat was, dan praat ik over de jaren 80, kwam er iemand naar mij toe, Kees Thijssen. En die zei, er komt in Werkendam een koor vrij, die zoeken een dirigent. Volgens mij is dat wel wat voor jou. Ik zeg, hoe kom je daar nou bij? Ik kan helemaal niet dirigeren. En dat kan ik helemaal niet. Hij zegt, maar je moet het toch maar eens gaan proberen. En ik ben daarheen gegaan op een maandagavond. En het is toen begonnen, het is nooit meer opgehouden. Ja, ja. En dirigeer je dat koor nog steeds of ook in Papendrecht? Nee, dat koor, dat was in Werkendam. En dat, inmiddels bestaat dat niet meer. Momenteel heb ik hele andere koren als in die tijd. Ja. En ja, momenteel dan is het denk ik ook een beetje een lastige periode voor de koren. Momenteel is het een erg lastige periode voor de koren. Want momenteel heb ik helemaal geen werkzaamheden. Het ligt gewoon met stil. Het ligt helemaal stil, ja. Ja. Dan gaan we het nu over iets gezelligers hebben. Ja, dat doet dat maar. Ja, het volgende nummer, we hadden zojuist een nummer dat door vele beroemdheden al is gezongen. Dat geldt ook voor het volgende nummer, How Great Thou Art. Dit nummer is al heel oud. Het is, als ik het nou goed zeg, in 1885 geschreven. Op een Zweedse melodie. Het is later ook vertaald naar het Duits en naar het Russisch. En van lieverlee ook naar het Engels. En het is eigenlijk een soort van live lied geworden van het Verenigd Koninkrijk. Wordt heel veel wordt het gezongen. Ook weer door mensen als Elvis Presley en dergelijke. Het is gewoon een fantastisch nummer om te zingen. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we nu, beste kijkers, luisteren en kijken naar Hans van Blijdeveen. Weer begeleid door Lennart Knops en André de Jager. How Great Thou Art. My God, when I'm awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then shall I go in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul. Lianne speelt nu voor u Polka de Bravour. Zij wordt daarbij begeleid door Lennart Knops. Polka de Bravour werd gecomponeerd door Wilhelm Popp, een Duitse fluitist en componist. En als hij optrad, deed hij dat onder een pseudoniem met de welluidende naam Henry Alberti. Familie? Thank you.
Dit was de polka De Bravoure van Wilhelm Pop, virtueus gespeeld, naar mijn idee, door Lianne Laurens op fluit. En het laatste shot, daar zie ik een, denk ik, heel tevreden kijkende Lianne. Klopt dat, dat het een tevreden kijkende Lianne is? Nou, eigenlijk ben ik zelf nooit bezig met hoe ik kijk op het moment dat ik sta te spelen. Je bent vooral heel erg geconcentreerd bezig. Vaak hoor ik dat ik heel serieus kijk tijdens het spelen. Maar in dit geval, het is natuurlijk inderdaad een virtuoos stuk. Dan ben je ook wel erg blij dat je de eindstreep gehaald hebt. Ja, ja. En was je ook tevreden? Als muzikus ben je denk ik zelden tevreden. Je bent altijd heel erg gericht op je verbeterpunten. Ja, natuurlijk. Dus je wilt altijd beter. Het kan altijd beter. Het kan altijd nog beter. Ja. Lianne, je bent professioneel muzikus. Waaruit bestaat het leven van een professionele muzikus? Ja, zeker misschien in deze wat moeilijke tijden. Hoe gaat dat? Normaal gesproken heb je inderdaad je concerten, je opnames. Maar op het moment ligt natuurlijk heel veel stil vanwege de corona. Met name alles wat met koren is, de koorconcerten en de koor-cd's, die liggen allemaal stil. Maar instrumentaal is er gelukkig heel veel wel mogelijk. Ja. Naast de concerten hebben we opnames, er wordt heel veel gerepeteerd. En het grootste gedeelte van het werk is natuurlijk gewoon thuis in de studeerkamer. In de studeerkamer, maar je geeft ook les. Ik geef ook les. Ik heb een grote lespraktijk van ongeveer 30 leerlingen. En dat is ook iets wat ik met heel veel plezier doe. En ik heb ook gehoord dat je die ruimte op dit moment hebt aangepast aan de eisen van deze coronatijd. Klopt helemaal, ja. Bedrijfsmatig moet je natuurlijk je maatregelen nemen om de risico's zoveel mogelijk te beperken. En dat betekent inderdaad ook heel veel desinfecteren. Ja. Ja. En een schermpje tussen jou en de... Een scherm, ja. Dus van alles voorzien om daar toch... verantwoord muziekles te geven. Absoluut, ja. Zeg, nu hebben we je zojuist... virtueus bezig gezien op de dwarsfluit, maar het komende nummer speel je op de tin whistle. Kun je iets over dat instrument vertellen? Want hij ligt hier op tafel, liggen er zelfs twee, zie ik. Ik heb er twee meegebracht. Ja, dit is de fluit waar ik tijdens de opname op speel. Het is een Ierse fluit, heel bekend ook van het nummer van de Titanic, waar die in voorkomt. Daar is het eigenlijk heel bekend mee geworden. Ik heb er nog een meegebracht, dat is deze. Die vind ik zelf ook heel mooi. Deze heeft een wat warmer en wat zachter, een wat ronder geluid dan de andere fluit. En deze vind ik zelf ook wel heel speciaal, omdat hier mijn naam ingegraveerd is. Nou, het is er zeker, ziet er zeker schitterend uit. Dus hij is alleen al erg leuk om te zien. Ja. Ja. Nou, zie ik die drie fluiten naast elkaar. Die dwarsfluit, daar zitten heel veel kleppen en toetjes op. En die hou je natuurlijk dwars. Maar kun je als je dwarsfluit gestudeerd hebt, ook zomaar ook een allerlei andere soorten fluiten bespelen? Het is denk ik iets te makkelijk om te zeggen dat als je één instrument kan, dat je alle instrumenten kan. Want ze zijn echt heel verschillend. Ja. En je moet ze ook echt allemaal los van elkaar studeren. Maar natuurlijk is het wel zo dat als je één instrument goed bespeelt, dat je daarmee andere dingen ook wel weer sneller onder de knie hebt. Ja. Dan gaan we zo meteen kijken naar Zon en Maan van Johan Bredewoud. Denk vooral bekend in christelijke kringen als componist van veel koormuziek. Ook bekend van de EO op radio en tv. En daar speel jij die tin whistle. Klopt. Een heel andere sfeer in die muziek dan in de polka de bravoure. Ja, het is totaal anders. Het deel Zon en Maan, wat wij spelen, dat is een deeltje uit het oratorium van de schepping. De schepping is eigenlijk een heel groot werk met 25 delen, denk ik, uit mijn hoofd. Geschreven voor koor en orkest. En ergens halverwege komt dan het deeltje Zon en Maan voor, wat dan heel klein is. En juist die tinwissel maakt het dan ook heel close, heel dichtbij. Ja. En dan nu, beste kijkers, gaan we kijken en luisteren naar Zon en Maan. Met Lianne op de tinwissel, Jolanda op de hobo, Maria op de harp en André op het orgel.
Het volgende nummer werd geschreven door Johann Sebastian Bach. Het is de Siciliano uit de Sonate in S. Het wordt gespeeld door Lianne op de fluit en het orgel wordt bespeeld door André de Jager. De Siciliano. Jules Massenet, beste kijkers, was een Frans componist en muziekpedagoog. Hij was de meest productieve en meest succesvolle componist tussen 1870 en de Eerste Wereldoorlog. En wij gaan zometeen luisteren naar Meditation. Jules Massenet, hoe populair en ook hoe productief ook, is denk ik niet zo bekend bij het grote publiek, Lianne. Nee, ik denk dat hij vooral vanwege de Meditation erg bekend is geworden. Het stuk is toch al wel zo'n 125 jaar oud. Geschreven voor viool, solo, met orkestbegeleiding. Het is een deeltje uit de opera Thaïs. Thaïs was een mooie vrouw, een rijke vrouw. Ze leefde in grote rijkdom. En Athanael heeft haar gevraagd om haar rijkdom achter zich te laten en met hem mee te gaan de woestijn in. En op het moment dat hij dat vraagt, dan komt eigenlijk dit deeltje, een instrumentaal deel, waarin zij nadenkt over deze vraag en waarin zij haar beslissing neemt. Ja. En uiteindelijk gaat ze met hem mee. Hoe mooi. Dus nu kunt u gaan kijken naar Meditation van Jules Massenet. Lianne speelt op de fluit, André speelt op het orgel en Lennart begeleidt het totaal op de piano. Thank you.
Met Meditation zijn we aan het einde gekomen van de tweede aflevering van Podium Papendrecht. Ik hoop dat u weer met plezier heeft gekeken en hoop dat u ook de volgende keer weer klaar zit om te kijken naar aflevering 3 van Podium Papendrecht. Tot dan!